smakenverschil, je moet er toch niet over discussiëren. Dat is toch belachelijk? Dat is ook zo, die eeuwige discussie tussen vleeseters en vegetariërs. Dat is ook zo belachelijk. Zijn er drie vegetariërs? Ja, die hebben de kracht niet om hun hand op te steken. Nee. Nee, dat is een mopje dat we daar zouden kunnen over maken. Maar we gaan dat niet doen. Nee, maar de vegetariërs hebben het al moeilijk genoeg. Hè. Ja, maar nee, er wordt tegenwoordig zeer agressief gereageerd tegenover vegetariërs. Hè. Hier ook, ik heb het wel gezien. Ze. Daarnet als ik het vroeg, zitten er hier vegetariërs. Toch zo'n paar mensen in de zaal die ze... Waar zitten ze? Met die konijnenfret, waar zitten ze? Hij gaat tegen groenten. Ik heb dat ooit iemand horen zeggen tegen een vegetariër. Ik ben tegen groenten. Ik vind dat raar. Nee, maar hoe kun je in godsnaam tegen groenten zijn? Nee, maar echt, wat is er ooit in je leven gebeurd? Wat is er gebeurd? Heb je ooit je vrouw betrapt in bed met een komkommer? Ga je maar tegen groenten, dan ze pakken ons wijven af, jongens. Ja, jongen, en fruit ook, die banaan, hela. Ik vertrouw het niet meer. Zit hier dat bij ons thuis nog binnenkomt, dat is ananas en liedjes. Ja, Paalsebert, zou wel pieken. Ja. Ik ben tegengroeid. Pas op, ik snap het wel. Ik snap het voor een stuk wel waarom dat sommige mensen agressief reageren tegenover vegetariërs. Want er is voor een bepaalde groep vegetariërs die wel een meterje kan zagen. Ken het die sojasteken? Ik eet enkel groentje. Ja, maar dat is beter voor mijn chakras. En ook enkel bio. Bio. Ja, want het voedsel tegenwoordig is het vol kleurstoffen. Super ongezond. Ze zouden beter eens wat meer kleurstoffen eten. Net als ze flats niet uitzien. Maar ja, ken je de redenering? Als je te veel rood vlees eet, dan krijg je een rode kop. En als je te veel tof eet, dan krijg je een bijzenkop. Maar dan ook altijd die drogredenering. Nee, ik word er zot van. Als je vlees eet, dan ben je een beest. Oké, ça va. En als we de redenering doortrekken, als je vegetarisch eet, dan ben je een plant. Hey. En dan gaan we met je voetjes in de grond zetten af en doen een keer goedkoop bemesten en in je fruit nemen om te kijken of dat gaat rijp zijn. Hey. Als je vlees eet, ben je een beest. Nu, pas op, ze hebben gelijk. Het is ook waar. Allee. Wij vleeseters, we hebben een rare relatie met vlees. Dat moeten we ook eerlijk toegeven. De oude wijven op kop, trouwens. Hè. Voilà, nu worden ze stil. Want er zitten hier oude wijven. Hè. Ja, dat valt op, hè, met die witte mutsen. Ja, oude wijven zijn zot. Iedereen kan dat getuigen. Iedereen is opgegroeid met een mimé, met een grootmoeder die zot was. Hè. Mijn mimé ook, die was zot, hè. Die had rare ideeën over vlees. Het systeem was simpel bij ons thuis. Als ik ziek was, dan werd ik door de mama en de papa gedropt bij de mimi. Omdat de mama en de papa bang waren omdat ze die ziekte ook zouden krijgen. En vooral omdat ze hoopten dat mimi... voor de erfenis. Hey. Dat was het systeem vroeger. Nu, ik werd gedropt bij Mimé, 7 jaar oud, ziek Henkske. Het eerste dat Mimé tegen mij zegt is... Hier, Henk, eet de biefstuk. 7 uur 's morgens. Eet de biefstuk, Henk. Je gaat erop een genezen zijn. Hij moet de biefstuk eten. Ja, maar Mimé, ik heb buikgriep. Oh, sorry, Fijntje. 2 biefstukken dan. Ja! Want die was echt zot. Echt, die dacht dat ze alles kon genezen met vlees. Als je een blauw oog had, biefstuk erop. Had u verbrand? Hup, een kuil, een biefstuk erop. Als Pepe op zondag ging gaan koersen met de wielertoeristen. Jepla! Biefstuk in de koersbroek. In de koersbroek. Oh ja, jullie vinden dat normaal? Ik vind dat niet normaal. Man, echt, mijn grootmoeder, ze kon lekker koken, maar als biefstuk was, had ik geen honger. Ik wist niet waar dat gezeten had. Je moest altijd eerst naar Pepe vragen. Pepe, al gekoerst vandaag? Nee, vandaag nog niet, manneken. Oké, dan. Oh ja, maar Mimé heeft wel last van haar aanbijen. Hè?
De mensen verminder vegetariër worden.